Het is tijd voor het allergrootste toernooi in Pokémon Scarlet. De game is uitgespeeld, ik heb alle gymleaders voor de tweede keer verslagen en... Ik moet nu gaan slapen. Ken je dat, dat je ergens heel erg hyped voor bent? Dan zeg je moeder van, je moet nu naar bed! En dan zeg je, nee, ik wil niet! Dat je dan toch nog een week moet wachten, net als hier. Nee, Mona heeft gewoon een nieuw toernooi georganiseerd. De grote Pokémon Battle Competitie gaat van start. Daar is Nemona. Die zegt, yo Rikachu, alles is klaar voor de Academy Ace toernooi. Oh ja, zo noemen we het toernooi. Goeie naam, hè? Ja hoor, ja prima. Maar Arvin die zegt dat we het de School Battle Brawl moeten noemen. Eerlijk, Arvin heeft wel een betere naam verzonnen. Ah kijk, Director Clavel was het ook met Arvin eens blijkbaar. Ja, gaat goed. Ik wil winnen. Let's go Nemona. Ik wil meedoen aan het toernooi. La Primera doet ook gezellig mee. Oh, Nemona gaat zelf niet battelen. Oké. Nemona die niet gaat battelen? Hoe dan? Daar ben je, Pikachu. Je moet eerst jezelf aanmelden voordat je mee kan doen aan het toernooi. Dat gaat die meneer daar je uitleggen. Oké, er zijn regels. Studenten en mensen van de school mogen meedoen. Je hebt random tegenstanders. En de winnaars gaan door naar de volgende ronde. Je weet niet tegen wie je moet totdat je op het veld staat. En als je verliest, dan lig je eruit. Degene die al zijn potjes wint, die wint het toernooi. Oké, let's go. We moeten 4 potjes winnen, blijkbaar. Clavel zegt, perfect, iedereen is er. Yo, wie gaan allemaal meedoen, joh? Oh, ik zie inderdaad al die mensen van de school. Penny is er ook weer bij. We hebben een kampioen hierop. Aranja. Ja, dat ben ik. Ja, dankjewel voor alle complimenten. Dankjewel. En dit toernooi is georganiseerd door Nemona, die ook kampioen is. Ja, en Gita is er ook. Ja, ik ben heel benieuwd tegen wie wij allemaal moeten. Ja, de School Battle Brawl is begonnen. Tijd voor ronde 1. Ik moet tegen Arvin. Oh, dit is leuk. Arvin zegt, nee, wat moet ik tegen hem? Gelijk tegen de kampioen, lekker dan. Toen ik in Area Zero was, toen werd het duidelijk. Ik moest sterker worden. Dit is mijn super serieuze team. Dit is mijn super serieuze training. Dit zijn Mabo, Stuff en ik. En wij gaan winnen. Oké, dan. Oké, let's go Arvin. Let's go. Ik ben ready. Ben jij ready? Hij begint met Greedent. Ja, en deze serie begint nu echt op zijn einde te raken. We hebben hem nu echt bijna helemaal uitgespeeld. Over 2 weken komt er een nieuwe game uit voor de PlayStation 5. Ik begin trouwens even met Toxic Spikes. Dat lijkt me wel handig. Maar die nieuwe game is Hogwarts Legacy. En die speelt zich af in de wereld waar Harry Potter heeft geleefd. Althans een hele tijd, honderden jaren voordat Harry Potter daar kwam. En die verschijnt later ook voor de Nintendo Switch. Maar ik wil die game eigenlijk gaan spelen. En dat is mijn vraag aan jullie. Moet ik Hogwarts Legacy gaan spelen op dit kanaal? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Die Greedent gaat veel te hard. Dus ik ga even switchen zodat hij niet meer die gekke Earthquake kan gebruiken. Kijk, hoppakee, nu mist hij. Maar laat in de reacties weten of je die game op mijn kanaal wil zien. Doe de duimpjes omhoog, want dat help je mij heel erg mee. En vergeet niet te abonneren, hè, want ik hoop ooit in mijn leven 100.000 abonnees te halen. Dat gaat waarschijnlijk nog heel lang duren. Maar het zou echt heel leuk zijn als we dat ooit kunnen fixen voor dit Nintendo kanaal. Ja, waar we straks dus misschien PlayStation gaan spelen. Maar hij komt echt uit op de Nintendo Switch ook. En ik heb heel veel zin in die game. Garganeckle. Dat was die gekke Minecraft Pokémon, toch? Ik moet wel zeggen, was een goede start van Arvin. Arvin begint heel goed aan deze battle. Dit is een lastig toernooitje, denk ik, hoor. Ik moet hier mijn aandacht wel even bijhouden. Ja, kijk, Minecraft Pokémon. En die raakt niet poisoned. Ik ga voor Liquidation. Let's go. Garganeckle is niet down, potverdorie. Oh nee, hij doet Stealth Rock. Iedere Pokémon van mij die nu de battle joint, die krijgt damage. Oké, Aqua Jet, want die mist bijna nooit en die is sneller en daarmee kan ik hem finishen. Hopelijk kan ik nu gewoon Quackwavel blijven gebruiken, zodat ik niet te veel hoef te switchen. Hij gaat voor Toadscruel. Dat is een grond- en een grastype. Ja, dan ga ik toch even switchen naar Sea Titan. Ja. En die is dan wel poisoned. Lekker. Ja, ik krijg nu damage. Best wel veel trouwens, man. Kijk dan. Bijna 90 HP er gewoon vanaf. Oké, Ice Spinner. Die move is gewoon 4 keer super effective. Ja, je weet wat ik bedoel. Daarmee kan je hem in 1 keer slopen. Dit ging vrij makkelijk. Nu Scovillain. Ja. Gras en vuur. Ik denk, ik zou Klotsire of Kylo Wattrell willen gebruiken. Maar die zijn allebei een beetje kapot aan het gaan. Oké, ik ga voor Kylo Wattrell. Misschien dat hij nu down gaat. Misschien ga ik kapot. Misschien was dit de verkeerde keuze. Maar Kylo Wattrell is in ieder geval snel. Beetje raar. Kylo Wattrell die vliegt. Waarom pakt hij damage van steentjes op de grond? Dat is raar. Dat klopt niet. Hurricane, jongen. Hurricane, let's go. Hurricane hem kapot. Ja, lekker. Oké, Arvin. Ik moet zeggen, je hebt een aardig teampje, hoor. Ja, dit doe je niet verkeerd. Cloyster is de volgende. Oké, ik hou jou gewoon. Je mag blijven. Dan hoop ik dat ik hem ook in 1 keer kan slopen. Dat zou zo lekker zijn. Als deze discharge gewoon hem in 1 keer kapot maakt. Let's go, lekker. Woo. Very nice.
Oké, nu Mabo Stiff, die gaat hij natuurlijk terrestrializen. Dan ga ik denk switchen naar King Gambit. Even proberen. Ik denk dat die Mabo Stiff nog wel eens voor problemen zou kunnen zorgen, hoor, als ik die niet heel snel sloop. Ah, een van de leukste Pokémon deze generatie. Die is cool. Ik hou van Mabo Stiffy. Kijk hoe weinig damage trouwens King Gambit pakt met die steentjes die op de grond liggen. Dat is maar 14 damage gepakt. Dit is trouwens heel stom. Ik dacht dat hij een fighting move had, maar die heb ik helemaal niet. Nou ja, boeien. Een verkeerde keus. Kan wel eens gebeuren. Ik ga ook gewoon terrestrializen, hoor. Maakt niet uit. Dan zijn we gewoon allebei dark types. Hoppakee. Fire Fang. Ja, maar die is niet meer super effective, want ik ben geterrestrialized. Lekker dit. Normaal was Fire Fang natuurlijk wel super effective. Oh, Play Rough is wel super effective. Kent gewoon een Fairy type move. Lekker man. Hoppakee, maar Mabo Stiffy. Hebben we gewoon verslagen met King Gambit. Lekker man. Sorry, Mabo. Ik blijf je een leuke Pokémon vinden. Arvin, je blijft ook mijn mattie. Sowieso. Goed gedaan, man. Goeie battle. Arvin zegt, je bent zo sterk en cool. Ik ben zo blij en trots dat je mijn beste vriend bent. Ja, Arvin is gewoon leuk. Hoppakee, eerste Ponti gewonnen. Het is tijd voor ronde 2. En we moeten nu tegen Jacques, de biologieleraar. Met zijn coole haren, trouwens. Vette bril ook. Hallo, Rickachu. Ik heb gehoord dat jij de treasure hunt hebt gedaan en kampioen bent geworden. Dat is een achievement. Ik ben nu de mentor van 2 kampioenenstudenten. Ja, dat is waar. Hij voelt de druk. Ik moet goed mijn best doen, zodat mijn studenten niet beter worden dan mij. Laten we beginnen. Ja, let's go. Ik ben heel benieuwd naar jouw teampie, Jacques. Biologieleraar. Zou je zeggen, die heeft allemaal gras- en bug-type Pokémon of zo? Hij begint... Nou, dat is niet bepaald bug-type, hè, Arcanine. Oké, ik ga nu niet met Toxic Spikes beginnen. Ik ga gewoon gelijk aanvallen. Ik ga gelijk voor Earthquake. Hij gaat voor Flare Blitz. Oeh, man. Die doet best wel pijn. Mijn Rocky Helmet doet ook pijn bij jou, hè, Arcanine. Oké, Earthquake-ie. Bam! 1-0 voor Rickachu. Lekker. King Gambit te level omhoog. Oh, die wil nu nog een nieuwe aanval leren. Guillotine. Die heeft dus maar een accuracy van 30. Maar kan er wel voor zorgen dat de tegenstander in 1 keer kapot gaat. Maar ik heb best wel goede aanvallen. Ik ga dat niet doen. Ik ga die niet gebruiken. Ik moet nu tegen Mudsdale. Dan ga ik natuurlijk Quackquaffle inzetten. Mudsdale moet je echt niet onderschatten, jongens. Mudsdale is oprecht een goede Pokémon. Ziek groot paard, jongen. Maar Liquidation zou genoeg moeten zijn. Mijn tegenstanders zijn allemaal level 65. Dat is wel een paar leveltjes lager dan mijn Pokémon. En daar gaat die Mudsdale. Ja, ik ben veel sneller en het was super effective. Ja, dat werkt goed. Nu Lurantis. Dan gaan we denk ik voor Kylo Atrell. Let's go. Ah, ik had natuurlijk ook voor Sea Titan kunnen gaan. Misschien was dat de betere keus geweest. Nou ja, we gaan het wel zien. Op zich zou Hurricane ook prima moeten werken. Als ik mijn tegenstander natuurlijk zou raken. Want Hurricane die mist nog wel eens. En Lurantis gaat voor een Night Slash. Critical hitje. Niet super effective of iets, dus die kan ik hebben. Hurricane er bovenop. En ja hoor, ook weg. Lekker. Oeh, Arvin is beter dan Jacques volgens mij, man. Nu tegen een Swalot. Gaan we weer even terug switchen naar Klotsaier. Swalot is een van de Pokémon die je niet kan vangen in Pokémon Scarlet. Die kan je alleen maar krijgen in Pokémon Violet. Oh, oké, hij gaat zichzelf beschermen. Je hebt wel een mooi snor trouwens, een Swalot. Een soort van spaghetti snor heb jij. Oh, Ice Punch? Serieus? Oké, jij bent verrassend, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, niet sterk genoeg. Dit is ook best wel een lelijke Pokémon, man. Zijn er mensen die Swalot in hun team hebben? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Nu tegen Slowbro. Gaan we weer voor Kylo het trelletje. En dan gaan we natuurlijk het Discharge erbovenop gooien. Oeh, Slowbro overleeft het. En gaat nu zijn teampie beschermen. Ja, dan had je beter Slowbro eerder kunnen gebruiken. Als eerste of als tweede Pokémon, man. Dan had het langer geduurd. Nu heb je nog maar 2 Pokémon over. Dus heeft die lightscreen ook niet zo heel veel zin meer. Hoppakee. Tegen Fairy Giraffe. Dan ga ik toch weer voor King Gambit. Ga ik toch weer King Gambit terrestrializen straks. What up, maat? Chuck zegt, wow, je bent echt sterk. Heb je een geheim hoe je je Pokémon levelt? Ik heb geen geheim. Ik doe gewoon mijn ding. Ik speel heel lang Pokémon games. Dus op zich, misschien kan het daaraan liggen. We gaan voor Kowtow Cleave. Nadat we zijn geterrestrialized. Gekke samurai Pokémon, jongen. En daar gaat Jack ook natuurlijk. Ja. Ik vind het wel oprecht tof dat veel Pokémon in deze game een nieuwe evolutie hebben gekregen. Zoals Girafarig. En natuurlijk Primeape. En natuurlijk Bisharp. Ik vind dat cool. Ik vind dat vet. Ik vind dat ze dat ook moeten blijven doen in Pokémon games. Maar ik vind ook dat ze nieuwe evolutions moeten gaan maken. Dat wordt wel een keertje tijd. Dus even kijken hoor. Kowtow Cleave. Hoppakee. Lekker. Daar gaat hij. Fairy Giraffe.
is kapot gemaakt. Tegen Arvin was het oprecht moeilijker. Ik heb hier heel weinig moeite gehad met Jack eigenlijk. Ja, je bent verbaasd, hè? Je bent verbaasd. Goed gedaan, zegt hij. Ja, dankjewel, maat. Nog maar 2 battles te gaan. Die gaan we doen in de volgende video. En misschien is dat wel de allerlaatste video. Ik vond het opnieuw een hele leuke Pokémon game. En ik hoop jullie ook. En ik hoop jullie dan ook gewoon bij de volgende video te zien. Dus abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Knal de duimpjes omhoog voor de support. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!